Hier op het Heemraadplein in Rotterdam vindt vanavond een herdenking plaats voor rapper Vice. De 32-jarige Rotterdammer kwam op nieuwjaarsdag om het leven tijdens een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. De organisatie heeft vanavond mensen opgeroepen om zoveel mogelijk witte rozen en ballonnen mee te nemen. Ik wil een villa voor mijn moeder aan het strand. Een broertje voor als je met opbeurders op de bank. Jelisa voor als je met een vraag op mijn hand. Ik kreeg me alles nemen voor de dag, voor de krant. Zonder honger, zonder ziekte, zonder strijd, zonder angst. Soms ga ik binnen in de club van Beyond. Rolie om zijn post en een zwembad in zijn pad. Ik wil die dingen op en dan ben ik extra hard. Dan geef ik me alles op, dan geef je me alles. Mijn collega, een goede vriend, dat is onze broer eigenlijk. Dat is de broer van de game. Hij heeft veel mensen geïnspireerd, ook mij. Dus bij zijn afscheid moet ik erbij zijn. Ja. Dat moet de laatste dagen dan heel onwerkelijk zijn geweest, denk ik. Ja, ik denk dat dat geldt voor een heleboel van ons. Je gelooft het eigenlijk niet. Kijk, weet je wat het is? Wij zien elkaar sowieso niet veel. We zijn wel allemaal collega's, maar iedereen treedt op zijn eigen plekken en doet in zijn eigen studio's. Dus je ziet elkaar sowieso. Het is niet gek dat ik hem 3 dagen niet zie. Dus ik geloof het eigenlijk nog steeds niet dat hij weg is. Snap je? Ik denk dat dit voor iedereen geldt. En er gaan nu het hele jaar gaan er momenten komen. Vooral met festivals en dat soort dingen. Dat je gewoon op gewoon momenten van ja, Vice zou hier ook bij zijn. En dat is, dan komt het steeds terug. Dat weet ik zeker. Dat geldt voor ons allemaal. Ik was aan de bossen, maar voelde me kut. Ik was druk en ik was stuk, maar ik vulde mijn cup. Ik vind dat Vice een zeer grote inspiratie is voor ons allemaal. Voor iedereen die hier gekomen is, totale respect. Namens de familie en in het bijzonder de moeder van Faisal en Bilal wil ik iedereen bedanken die hier vandaag naartoe is gekomen. Wij waarderen alle condolences en steunbetuigingen in deze hele moeilijke tijd. Bilal is momenteel voor zijn leven aan het vechten en kan al jullie gebeden gebruiken. Ik wil alle gelovigen vragen om straks met de imam dua voor hem te doen of op hun eigen manier voor hem te bidden. Op dit moment zijn wij in rouw en proberen wij tegelijkertijd Bilal te steunen in het gevecht voor zijn leven. Wij waarderen dat jullie ons de ruimte bieden om in alle rust Bilal te helpen met zijn herstel en de uitvaart van Faisal in goede banen te leiden. Faisal was een geliefd mens en hield van iedereen. Dus wij zijn bezig met het creëren van een gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Informatie daarover zal hierna snel komen. We wensen jullie ook heel veel sterkte en liefde in het dealen met deze verschrikkelijke gebeurtenis. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Namens Faisal en alle acte fans, we houden van jullie. Dus voordat ik van het podium ga, wil ik 1 ding doen. En dat is dit. Als ik zeg Fais, zeggen jullie acte. Fais. Fais. Dat is niet hard genoeg. Ik zei Fais. Fais. Rust zacht, Faisal. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يتقبل السلام عليكم Ik vraag jullie allemaal om nu een minuut stilte in acht te nemen.
Dank jullie wel. Mogen de ballonnen naar de hemel gaan. Ja, ik denk net zoals iedereen enorm indrukwekkend. Ja, je hebt er geen ander woord voor als je zoveel verschillende mensen ziet, achtergronden, leeftijden. Zoveel mensen op hetzelfde plek met zo'n herdenking als dit. Ja, indrukwekkend. Meer kan ik niet. Ja, een ander woord heb ik er niet voor. Kende je Fijs persoonlijk? Ja, ik kende Fijs ook persoonlijk inderdaad. Ja, met hem gewerkt in de zin van we meerdere keren hebben geïnterviewd. Hij is ook de gast geweest bij ons radioprogramma wat we hebben gehad. Diverse keren ook geboekt op evenementen die we hebben georganiseerd. Dus ja, vanuit die hoedanigheid ja, kende ik hem ook inderdaad. Ja. Wat was het voor jongen? Het is gewoon een heel aardige jongen. Ja, super veel passie ook voor de, ja, super voor de muziek. Enorme drijfveer ook. Ja, gewoon een hele prettige jongen.